Zijn nieuws worden belicht in Actueel. Nu bij TV Gelderland Plus. Jammer dat dit gebeurd is. Heel jammer, want dat gun je niemand. Nee, zeker je kind niet. Meisjes die het slachtoffer van loverboys zijn, worden ver weg op een geheim adres in India begeleid om los te komen van hun pooiers. Straks een verslag uit India en een gesprek over de vraag of dat werkt. Goedenavond, dit is Actueel. Er wordt al weken over gepraat hoe we nou van dat zwijnenoverschot afkomen. Moet het met drukjacht, drijfjacht, zitjacht? Begrijpt u het nog? Wat ik eigenlijk helemaal niet begrijp, is op een gegeven moment is gezegd er mogen er 3500 zwijnen geschoten worden. Waarom mag dat dan niet via de drukjacht? Wat is er dan minder zielig voor een zwijn om geschoten te worden met demper of zonder demper? Of met drukjacht of zonder drukjacht? Ja. Je kunt toch zeggen, oké, die aantallen kun je toch beter op een hele snelle manier nu zien terug te dringen? Ja, kijk. Dit is wat ze doen, die zwijnen. En de eigenaar van deze camping zal het een worst wezen hoe het gebeurt, als er maar iets gebeurt. Hij kan die grondomploegers wel schieten. En vraagt zich af of ze in Den Haag wel weten waar ze over praten. Daarom daagden wij Tweede Kamerlid Jacobi van de PvdA uit om nou eens naar Ermelo te kijken en de confrontatie aan te gaan. Met campinghouder Bredijk. Dat denk ik wel. Vorige week was er een jongen die werd opgehaald door zijn vader. Hier op de oprijlaan nog. En pa wijkt uit voor drie zwijnen en die knalt tegen de boom aan. Nou, gelukkig alleen maar blikschade. Ja. Maar, ja. Ja, er zijn nog wel even honderden verkeersongevallen geweest. Ja. Ja, ik ben bang dat gewoon ook straks nog wellicht doden zullen gaan vallen. Ja. Daar ben ik heel erg bang voor als het uit de hand gaat. Als het aan mij ligt, dan wordt dat een heel pakket van maatregelen. Waar ook met name alle maatregelen om de zwijnen in hun gebieden te houden en niet de weg op. Dus ja, maar hoe wil je ze dan in vredesnaam buiten de... Maar je kunt toch geen hek naast de drieën wegzetten? Bijvoorbeeld deze opruimhaan? Nou, bij wildrasters kun je ze natuurlijk wel meer concentreren. Jawel, maar... In combinatie met zitjacht, in combinatie met de hekken bij te voegen. En ook maximaal zeg maar de zitjacht te kunnen toepassen met geluiddempers. Waardoor ze dus op die plaatsen waar ze veel concentratie maar hebben. Wat ik eigenlijk helemaal niet begrijp. Is op een gegeven moment is gezegd er mogen er 3500 zwijnen geschoten worden. Waarom mag dat dan niet via de drukjacht? Wat is er dan minder zielig voor een zwijn om geschoten te worden met demper of zonder demper? Of met drukjacht of zonder drukjacht? Ja. Je kunt toch zeggen, oké, die aantallen kun je toch beter op een hele snelle manier nu zien terug te dringen. Precies. Om het probleem te beheersen. Want ik ben bang als die aantallen nu niet gehaald worden, dat je volgend jaar over 10.000 of 12.000 zwijnen praat. Ja. En dat moet ook zeker voorkomen worden. Ja. Er is een korte termijn oplossing door mij aangereikt. Dat is die hele combinatie van maatregelen. Waarbij we beslist niet drukjacht willen. En dat is omdat je door drukjacht de beesten door de gebieden heen jaagt. Nog veel meer verstoort, nog veel meer onrust geeft. En het is een illusie. En daar heb ik echt de onderzoeken op nagekeken en mee goed laten informeren. Drijfjacht, of drukjacht zeg maar, is een minder effectieve methode dan de zitjacht. Omdat je de beesten, zeg maar, ja, eigenlijk op de jagersmethode door het gebied jacht, maar niet effectiever bent als het gaat om de hoeveelheid afschot. Wat denk ik ook heel belangrijk is dat de beheerorganisaties hier samen moeten werken. Er schijnt ook nog wat nodig aan te mankeren. Want het is zo urgent. Ik snap dat als je hier met de schade zit en je wilt dat er vandaag nog oplossingen komen, dat vind ik ook. En ik vind het erg bijzonder dat de beheerorganisaties nog amper tot niet met elkaar contact hebben over jongens, alles uit de kast om dit aan te pakken. Jawel, ik spreek een aantal jagers die willen heel graag, maar die zitten nu op die drukjacht te wachten. Die zeggen van we kunnen op dit moment helemaal weinig of niks.
Dat bestrijd ik. Dat is absoluut niet zo dat ze op de drukker zitten wachten. Ze kunnen, wij willen maximale toepassing van de zitjacht plaatsen. Daarvoor heb je als beheerorganisatie, dat is niet alleen de jagers, maar degene die over de gebieden gaan, staat Bosbeheer en Natuurmonumenten, die passen die maatregelen al jaren en dag toe. Maar, ja, maar die beginnen veel eerder met schieten. Zitjacht betekent gewoon wachten tot die zwijn er voorbij komt. Ja, maar als je dat maximaliseert en je doet het in die gebieden waar ze erg geconcentreerd zijn, je kunt ze met rassen ook in die gebieden houden, dan is dat net zo effectief. En dat blijkt uit onderzoek. En er is niemand die zegt dat drukjacht de beste methode is. Ja. Het zegt alleen de jager. Maar als blijkt nou dat die zitjacht niet helpt, volgend jaar hebben we dus wellicht een groter probleem. Bent u dan bereid om te zeggen, nou dan maar drukjacht of desnoods drijfjacht? Want ik vrees met grote vrees dat het probleem alleen maar groter wordt. Ja, dat vrees ik ook. En daarom hadden wij een lange termijn oplossing ook meegegeven aan de minister. Zorg er nou voor dat al die wildbeheerorganisaties hier op de Veluwe, dat ze in alle volgende jaren veel eerder beginnen met het afschot te plegen. Zodat je in augustus al 80% van je taakstelling bereikt hebt, waardoor je nooit dit probleem meer krijgt. En eigenlijk gaat de discussie op dit moment alleen maar over drijfjacht en drukjacht. Terwijl ik denk, ga nou eens samen met z'n allen dat hele probleem goed aanpakken. En zorg er ook voor dat je dat in de toekomst nooit meer wil. En het is een beetje door eigen toedoen veroorzaakt. Ja. In principe maakt het mij niet zoveel uit als die 3.500 of 4.000 zwijnen maar verminderd worden. Ja. Alleen, ik zie die rasters niet zitten langs die wegen. Want dan denk ik, ja, hoe wil je dat? Een camping kun je afrasteren, dat klopt. Je zit, alleen vraag je dan af wie gaat dat betalen, maar buiten dat om. Maar hoe wil je nou zo'n heel gebied dan afzetten? Al die wegen die er doorheen lopen, dat is, het is levensgevaarlijk om harder dan 50 kilometer 's nachts over die... Ik doe het ook niet meer. Ik ga gewoon... Ik heb vandaag nog opnieuw de gedeputeerde gebeld. Ik heb ook nog minister van LNV vandaag weer gebeld. Zorg er nou voor dat ze om tafel gaan. Zij kennen het gebied goed. Zij weten precies waar de zwijnen wel en niet aanwezig zijn. Wat hun routes zijn. Zorg nou voor dat je zo rastert dat ze in bepaalde gebieden ook niet meer inkomen. En, We hebben net alle rasters weggehaald. Dat is ook het probleem natuurlijk. Een onderliggend probleem. Ja. Nou, daar ben ik dus ook niet blij mee. Nee. Voor boeren is wel, niet in alle gevallen heb ik begrepen, maar voor boeren is in principe wel een schaderegeling. Je zou kunnen overwegen om in dit gebied, ook voor de mensen die schade krijgen door de everzwijnen, te kijken hoe we dat kunnen organiseren. Ja. Bij boeren hebben ze dat middels een fondsvorming gedaan. Misschien is dit ook een oplossing voor hier. Nou, daar wordt inderdaad via Rekron aangevraagd. Ja. Waar bent u daar voorstander van? Nou, ik denk als de schade zo groot is als hier en het zou een mogelijk structureel karakter krijgen, dan moet je daar inderdaad serieus over nadenken of je dat op die manier het beste kunt organiseren. Maar zou je daarvoor pleiten? Ik denk niet dat dat onverstandig zou zijn. Nou, dat klinkt in ieder geval positief. Het geld komt er. Ja. Okay. Nee. Prima. Ik weet niet of dit opgenomen wordt, maar ik denk in ieder geval, ik zal degene zijn die zich daar goed in wil verdiepen en... Ik ben hier niet voor elk probleem een fonds op te richten. Maar als dat echt een serieuze oplossing zou zijn voor telkens terugkerende schade, zal ik er niet tegen zijn. Nou, we houden mevrouw Jacobi aan de woord. Eens kijken of die schadevergoeding voor campinghouders er gaat komen. We hebben overigens ook geprobeerd om minister Verburg te spreken te krijgen. Om te horen wat er nou gaat gebeuren, nu die drukjacht is afgeschoten. Maar mevrouw Verburg wilde niet reageren. We mochten het volgende week nog eens proberen. Deze brief kregen we vorige week donderdag. De woensdag ervoor hadden we u namelijk opgeroepen om ons uw filmpjes te sturen van de extreme drukte in de treinen. Waardoor mensen soms zelfs flauw vallen. Deze brief is van manager productie van Syntus, meneer Boelens. Hij geeft toe dat er problemen zijn, maar hij hoopt dat wij dat op een journalistieke manier blijven volgen en niet overlaten aan amateurs, zoals u. Nou, meneer Boelens, daar kunt u van op aan, maar wij kunnen niet elke treinreis mee. En daarom willen we graag hulp van de mensen die elke dag met die ellende te maken hebben. Dus blijf sturen die filmpjes. En we zijn trouwens blij, meneer Boelens, dat u zelf ook actie onderneemt. Want we kregen gisteren een persbericht waarin het volgende stond. Syntus baalt enorm van spoorbeheerder ProRail. Al geruime tijd heeft Syntus te maken met vertragingen en uitval van treinen als gevolg van niet functionerende infrastructuur. Ondanks toezeggingen van ProRail om verbetering aan te brengen merken vervoerder en haar reizigers hier nog weinig van.
Het baanvak Arnhem-Zevenaar is inmiddels het drukste regionale spoorbaanvak van Nederland. Maar de kwaliteit van de infrastructuur loopt hierbij sterk achter. Al jaren geleden heeft ProRail beloofd verbetering aan te brengen, maar tot op heden met weinig zichtbaar resultaat. Het mag niet zo zijn dat het nog een jaar gaat duren totdat de belangrijkste knelpunten verholpen zijn. Nou, en daar zijn wij het mee eens. En dat is ook de reden dat we er iedere week aandacht aan blijven besteden. En trouwens, meneer Boelens, wist u dat er op internet al speciale Hives-pagina's zijn gemaakt? De Sintes-streekvervoer Hive. Een hele positieve pagina met 29 leden. En een anti-Sintes-Hive met 289 leden. En dan hebben we nog de scheid aan Sintes-Hive met maar liefst 390 leden. Wordt vervolgd dus. Dit is Talita. Ze is 15 jaar oud en werd bijna het slachtoffer van een loverboy. Jongens die hun vriendinnetjes dwingen de prostitutie in te gaan. Bij Talita kwam het gelukkig niet zo ver. Maar met heel wat meisjes van haar leeftijd loopt het minder goed af. Om deze meisjes te helpen los te komen van hun foute vriendjes, worden ze naar India gestuurd. Ver weg van hun pooiers om af te kicken van hun relatieverslaving. Bijna een half jaar lang wonen, werken en leven de meiden op een geheim adres in India. En dit project is een proef van de Hoenderloo-groep. En het is omstreden, want heeft een behandeling zo ver weg wel zin? Bij mij zit Hans Deten van de Hoenderloo-groep en projectleider van het project Valor India. Straks gaan we kijken naar dat verhaal van Talita in India. Zij is een van de 22 meisjes die jullie naar India hebben gestuurd om, daar, om hun te begeleiden. Schets ons een beeld, wat zijn dit voor meisjes? Nou, het zijn meisjes van 13 tot 18 jaar. Ze zijn al vaak in aanraking gekomen met politie of ze hebben problemen op school. Vaak is er sprake van een gezinsvoogd. Het betekent dus dat ze al forse problemen hebben. En wat opvalt bij deze meisjes is dat ze over het algemeen altijd in de ban zijn van oudere mannen. Hoe komen ze in die ban? In de ban van die mannen? Ja, het lijkt te gaan op dat ze een grote behoefte hebben aan aandacht van die mannen. Ze krijgen die aandacht ook op een hele positieve manier. Aanvankelijk is die aandacht ook letterlijk erg positief, met allerlei cadeautjes, met allerlei verwennerijen die naar hen toe komt. Dat maakt het natuurlijk heel interessant om bij die mannen te zijn. Maar na verloop van tijd kan dat leiden tot misbruik door die mannen. Ja, prostitutie. Prostitutie, ja. Ja. Wat doen jullie om ze uit handen te halen en te houden van dit soort mannen en loverboys? Ja, vaak is er dus al wel veel aan vooraf gegaan. En het is zo dat in Nederland, dat over het algemeen deze meisjes tegen zichzelf en tegen die mannen beschermd wordt, door ze een tijd bijvoorbeeld in een gesloten situatie te plaatsen. Dat kan een jeugdgevangenis zijn. Het komt ook voor dat ze op een geheim adres terechtkomen. Maar na verloop van tijd moet het wel komen tot een behandeling. Ja. En de Hoenderloo-groep heeft gemeend dat op een andere manier aan te pakken, door voor deze meisjes een ander alternatief te bieden. Ja, je wil ze niet opsluiten, maar je wil ze nog een bepaalde mate van vrijheid geven. Maar dan kun je ze ook ergens in Nederland neerzetten. Dat kan. Alleen is het zo dat Nederland erg klein is. Dat het netwerk van deze mensen ook heel, heel klein is. Dat betekent dat die meisjes heel moeilijk uit het beeld van dat netwerk kunnen komen. Dat houdt in dat ze eigenlijk in Nederland vaak onder de druk blijven. Dat kan in de gevangenis zijn, dat kan buiten de gevangenis zijn. Ze blijven contact houden en er wordt contact met hun gezocht. Ja, en het is ook vaak zo dat de meisjes niet voldoende in de gaten hebben welk verhoogd risico ze lopen. Denken nog vaak steeds heel positief over die mannen. En dat houdt ook in dus dat ze zelf ook nog weer op zoek gaan naar die mannen. Vanuit die afhankelijkheid. Ja. Maar ja, dan rijst toch de vraag, waarom in hemelsnaam India? We denken dat het veilig is. Dat is één. Het betekent dus dat deze meisjes op zo'n grote afstand zijn van de Nederlandse situatie, dat ze ook na kunnen denken over hun eigen situatie. Dat is voor ons het uitgangspunt. En India is een willekeurig land, maar het is wel een land dat ver weg is en dat een andere cultuur heeft. En dat zou ook een andere cultuur kunnen zijn van een derde wereldland waar deze kinderen naartoe zouden gaan. Het is India geworden. Op basis van contacten die we hebben. En we hebben gemeend om gebruik te maken van die contacten en het in India te doen.
Maar je kan ze ook ergens in een klooster stoppen in Oostenrijk of zo. Ja, ja. Nou, we hebben toch het idee dat India wat dat betreft wat meer biedt. Dat ze in de gelegenheid gesteld worden om een ander appel op zichzelf te doen dan dat ze gewend zijn te doen. Dus deze meisjes worden in de situatie geplaatst dat ze nieuwe dingen kunnen leren. Andere vragen ook krijgen van hun omgeving dan te doen gebruikelijk. En in een klooster zou je bijna kunnen zeggen dat heeft iets vergelijkbaars bij wat wij ook gebruikelijk zijn te doen. Ja. Dat jongeren in een internaat of in een beveiligde situatie terechtkomen. Maar jullie zoeken dus een soort van cultuurshock. Wat draagt dat dan bij aan die verwerking? Nou, deze meisjes hebben over het algemeen een laag zelfbeeld. En dat zelfbeeld dat, is feitelijk amper gevuld door positieve ervaringen. We willen deze meisjes positieve ervaringen op laten doen. Door bijvoorbeeld in een hele rustige situatie tot leren te komen. In India hebben we de mogelijkheid om dat 's ochtends te onderwijs te doen. En we hebben 's middags de mogelijkheid om deze meisjes te laten werken in een weeshuisje. Je zou het niet helemaal werken kunnen noemen, maar het is wel een vorm van bezig zijn. En dat vult toch min of meer hun denken over zichzelf. Ja. Ja. Nou goed, hoe dat er in India uitziet en aan toe gaat, dat hebben we bekeken. Ja. Want onze verslaggeefster Floor Volen en cameravrouw Marjan Volkers gingen naar India en zochten Talita op. Ik wou zeggen, raak ik niet aan, dat is gelijk. Dat is normaal dat ik dat zo aan. Nee, als ze mij aanraken, wel, die vieze man niet. Dit is Talita uit Hattem, 15 jaar oud. Sinds 4 maanden woont en werkt ze in een klein dorpje in India. Talita is een druk meisje dat altijd hulp nodig heeft gehad. Ze is hyperactief en heeft een laag IQ. Op jonge leeftijd wordt ze verschillende keren aangerand door haar zogenaamde vrienden en raakt ze in de ban van gevaarlijke oudere mannen. Jammer dat dit gebeurd is. Heel jammer, want dat gun je niemand. Nee, zeker je kind niet. Nee, dat gun je echt niet. Dat gun je gewoon niet, meisje. Nee. Weet je waarom je hier zit? Ja, mijn vermoeden. Ik weet het zelf niet helemaal precies. Ik heb wel een flauw vermoeden. Ik heb die dingen. Ik was niet echt een lief meisje of zo. Ik had niet altijd iets van. Ik ben niet de liefste of zo. Maar ja, ik liep weg. Ik ging. Ja, weekenden weg. Ik zat in de kroeg of ik zat gewoon straat te drinken. Ik besefte eigenlijk niet op dat moment waar ik mee bezig was. Het is een meisje wat geen probleeminzicht heeft. Ook eigenlijk niet helder voor zichzelf heeft waarvoor ze hier zit. Soms benoemt ze wel dingen, maar dan heeft ze het over dat het in haar gezin niet goed heeft gelopen. Wat eigenlijk. Natuurlijk wel een aanleiding kan zijn dat ze hier zit in verband met Loverboys en zo. Maar ze heeft geen probleem met zich. Gewoon niet luisteren en gewoon zoiets hebben van ik zoek het zelf wel uit. En, ik ben zelf niet de enige die uit huis geplaatst. Mijn zus zelf ook uit huis geweest en andere zus ook. En we gingen gewoon veel met ouderen om. En er kwam gewoon van alles in het spel. Er was drugs of er was drank. En ik was. Ik ben nog best wel jong en ik nog steeds, maar ik ben op een gegeven moment ben ik daar gewoon mee ingegaan. Hey.
Eigenlijk is dit nog helemaal het onderbezorgde. Ja. Het verschil met dit meisje is al iets groter. Is het confronterend om de foto's van haar te zien toen ze nog zo jong en onschuldig was? Nee, ik sluit me daar eigenlijk gewoon voor af, zou ik niet zeggen. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Dat is een soort zelfbescherming, denk ik. Ja. Nou, ze kunnen met kleine dingetjes al zich vermaken. Dat is gewoon leuk. Met takjes, met steentjes. Talita werkt net als de 6 andere meiden in een weeshuis. Ze zorgt voor en speelt met gehandicapte kinderen. De bedoeling is dat ze hierdoor meer vertrouwen en eigenwaarde krijgt. Wat teken je nou? Een huisje met een garage. Nee, nu ken ik een garage, maar het gaat om het idee. Elke ochtend krijgt Talita les op de computer, e-learning. Ze heeft een op maat gemaakt leerprogramma, zodat ze geen vertraging oploopt. Dan kijk je gewoon naar die opdrachten en dan schrijf je dat zo op. Oké. Okay. Ja? Dank je. Okay. Succes. Dank. Je wordt gepaaid met mooie cadeautjes. Een telefoon. En nog eens een keer een telefoon. En een keer leuk, veel belt er goed erop. Dat gaat gewoon zo gehaaid en zo geslepen. En of dat nou, en vooral juist hier zo in deze regio, waarvan je het niet verwacht, komt dat toch meer voor dan als je denkt. Ja, dat heb je als ouders zijn helemaal niet in de gaten. Dat heb je niet in de gaten. Totdat ze dus eigenlijk vanuit Lucie zijn de kant steeds meer zo'n ja aankwam van, jongens, dit is helemaal niet goed. Dit is helemaal niet goed. Dan komt er een keer een zedenpolitie bij en dan heb je zoiets van. Oh. Aan de ene kant voel ik me soms echt wel sterk dat ik nu denk van, ik heb wel dingen geleerd. En dat kon ik vroeger niet. Zoals echt nadenken over van, hoe gaat mijn toekomst eruit zien? En dat dacht ik vroeger ook echt niet aan. Ik had echt zoiets van, ik zie later wel. En, het komt vanzelf. Gaat over grenzen heen, komt afspraken niet na. Op het moment is het zo dat zij de veiligheid van de meiden en van, sowieso van de meiden, dat ze dat behoorlijk in het geding brengt. Ze heeft die dingen geflikt wat echt niet kan. Wat heeft ze dan gedaan? Ze zijn op vakantie geweest met de hele groep. Daarin is ze verliefd geworden op een rikshadrijver. Daar heeft ze mee gezoend. Daar heeft ze andere meiden mee in betrokken. Ze heeft op een gegeven moment, s'nachts een keer een plan bedacht met nog 3 andere meiden, dat ze een collega van ons op het balkon zou lokken, dat zij een zielig verhaal had. Toen hebben de 2 meiden de telefoon van een collega gepakt. Zijn ze naar buiten gelopen en hebben ze stiekem met mensen uit Nederland gebeld, waarvan sowieso 1 ex-loverboy en haar ex zelf. Nou, dat kan gewoon niet. Dat kan echt niet. Toch worden de meiden 24 uur per dag in de gaten gehouden. Op elke 2 meisjes zit 1 begeleider. Ze mogen niet zomaar de deur uit en 's nachts gaat een kamer op slot. Bellen mag alleen onder toezicht en het nummer wordt ingetoetst door de begeleiders. Het is een teringbende daar, hoor. Laten we even kijken of we vis kunnen vinden. Vis? Oh ja, niet vissen. Ik heb dingen gedaan wat ik gewoon niet kon. En, ze zeggen ook tegen mij, het is gewoon op een gegeven moment is er een stop. En dan
Je kunt verder gaan of je kunt niet verder gaan. En als je wel verder gaat, dan ga je gewoon terug naar Nederland. Het is nu voor mij, om te zeggen van, ik ga ervoor. Spreek met de moeder van Talita. Hier is Talita even. Ze wil u graag even spreken. Alsjeblieft. Hoi, mam. Eventjes tussendoor. Als jij komt, hè, moet je niet vergeten die cd's te maken, hè, met Nederlandstalige muziek. Ik ga ophangen weer. Ik hou van jou, ik denk aan jou. Ja, doe ik. Kusjes, knuffeltjes en klusjes aan Marije. Groetjes daar. Ik hou van je. Doei, doei. Hoe zie je haar toekomst? Lastig. Dat ik me net wat Talita leert. Of geleerd heeft. Eigenlijk ligt het ook helemaal aan haarzelf hoe zij zich verder ontplooit. Ja. Durf je wel iets te verwachten? Ik hoop het. Voor nu hebben wij met Talita afgesproken dat ze deze week heeft ze nog een kans. Ze heeft een contract. Daar is met hele strakke regels, duidelijke afspraken waar ze zich aan moet houden. Houdt ze zich daar niet aan, dan gaat ze terug naar Nederland. En hoe denk je dat het zal gaan? Ik denk dat ze heel hard haar best gaat doen om het wel te laten lukken. Ze heeft namelijk een motivatie. Haar moeder is van plan om te komen in november. Dat wil ze heel graag. En ze heeft ook zoiets van, nou, en als ik hier dan niet, als het me dan niet lukt, dan kan mijn moeder ook niet komen en dan verknal ik het ook voor mijn moeder. En dat wil ze niet. Dus wij denken dat dat nu haar motivatie is om het aan te gaan. Maar ze loopt op de tenen. Ja, je ziet dat er hele mooie dingen gebeuren. Maar toch, als ik die begeleidster zo hoor, dan denk ik, ja, zo iemand als Talita, die gaat in India gewoon door met waar ze in Nederland ook mee bezig was. Ja, ja. En we gaan ook juist naar India om dat anders te laten zijn. Ja. En het is ook zo dat Talita is een voorbeeld. We hebben op dit moment hebben we zo'n 20, 22 meisjes in India gehad. En het is in de praktijk wel zo dat er meisjes zoals Talita, dat die er zijn. En als ze niet tot leren komen, nou dat is feitelijk wat de begeleidster ook wil zeggen. Als ze niet tot leren komt en het gedragsmatig heel moeilijk is. Ja, dan is feitelijk is haar perspectief in India. Niet zo groot. Dus dan werkt dat voor haar nee, niet? Nee, ze moet echt die stap gaan zetten. En nou, lukt dat niet, dan kun je zeggen dat, nou, dat de verwachtingen die we van India hebben, dat die niet werken. En nee. Dat illustreert dit verhaal. Maar is dit project een garantie tot succes dan? Nee, het is geen garantie tot succes. We kunnen wel spreken over dat er van de huidige 22 meisjes die er geweest zijn, dat het met 20 meisjes in ieder geval dusdanig is dat ze nu niet meer in contact zijn met hun loverboy of met oudere mannen. En als ze dat wel zijn, dan weten we dat ze dat over het algemeen vrij gecontroleerd doen op dit moment. Ja. En dus we hebben verwachtingen erover, maar het betekent niet dat het verblijf in India succesverzekerd is. Nee, want wat gebeurt er als zij terugkomen naar Nederland? Als ze terugkomen naar Nederland, dan komt er een tweede fase. Daar speelt het familienetwerk een hele grote rol. Het is heel belangrijk om het netwerk van familie en van kennissen die een rol kunnen spelen in de begeleiding, om die zo goed mogelijk te instrueren en ook zo goed mogelijk steun te vragen. In die tweede fase wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Ja. We hopen natuurlijk uiteindelijk dat het netwerk zo steunend is en zo sterk is, dat ze in het geval van Talita in staat zijn om haar op het rechte pad te houden. Want wat gebeurt er met die meisjes? Ik bedoel, blijven die intern? Gaan die gewoon hun gang? Hoe hou je die op het rechte pad? Ja, dat is afhankelijk soms van hun eigen keuze. Een aantal blijft intern. We willen dat feitelijk ook wel graag, omdat die eerste fase na India ook wel heel belangrijk is om het veilig te houden. En heel veel meisjes hebben nog heel veel steun nodig. Of vaak therapeutische ondersteuning. Maar sommige meisjes gaan wel naar huis. En zeker als het netwerk voldoende sterk is en de familie zich voldoende sterk kan maken voor hun dochter. Ja. Nou, dan vinden we de thuissituatie natuurlijk de meest ideale situatie. Jullie doen dit nu in anderhalf jaar. Wanneer komt het moment dat je zegt, nu gaan we conclusies trekken en kunnen we zeggen of het wel of niet succesvol is? Ja, dat gaan we met een half jaar doen. We hebben het de tweede onderzoek gehad, tussenresultaat. Bij het eindresultaat met 3-4 maanden weten we voldoende voor wat betreft dit stuk van de hele interventie.
Meneer Van Deten, hartelijk bedankt voor het toelichten van dit proefproject van de Hoenderlooggroep. Oké, graag gedaan. Ja, van India weer terug naar Gelderland. Wiegen. Is Wiegen het Slotervaart van Gelderland aan het worden? Er zijn nog geen auto's in de fik gestoken, maar vechtpartijen, gesneuvelde ruiten en overlast veroorzakende jongeren, die zijn er wel. En veel bewoners voelen zich er ook niet meer veilig. Want bij de vechtpartijen zouden namelijk ook jongeren betrokken zijn die op dat moment met proefverlof uit de gevangenis kwamen. Wat is daar in Wiegen Noord toch aan de hand? We vroegen het een aantal jongeren. Wij hangen wel en zo, maar wij veroorzaken geen problemen of zo in de buurt. Ik ken wel wat jongens, weet je, wie gewoon al horen en zo, maar... Ik weet niet, maar hier, wat in de krant stond en zo, was gewoon opgeblazen. Wij staan hier gewoon altijd gezellig met een groep s'avonds buiten. Gewoon een beetje chillen. Ja. Gewoon goed komen, gewoon hier een beetje smoken, verder is er niks aan de hand. Als er ruzie is, dan gaan mensen uitvechten en weet ik veel wat. Maar is hier vaak ruzie dan? Ja, best wel. Wij staan hier gewoon en we chillen gewoon een beetje. Maar al die mensen die verzinnen al die ellende toch niet? Ja, ik weet zelf ook niet. Ik vind het wel een beetje vreemd wat in de krant staat en zo, maar daar klopt allemaal niks van. Joh. Valt wel mee, hoor. Het is geen ghetto hier of zo. Ja, wat in de krant staat klopt niet, zeggen de jongens. Het is allemaal opgeblazen. Maar beste jongens, hoe kunnen wij dat controleren als niemand ons echt wil vertellen wat er aan de hand is? Want een heleboel buurtbewoners durven er niet voor onze camera te reageren. En dat begrijpen we best, maar als we echt willen laten zien wat er speelt, dan hebben we toch meer nodig. Dus mail ons en wij nemen contact op met u. Actueel@omroepgelderland.nl. Dit was Actueel. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Dag.